Oké, mijn oma die zit in de slaapkamer hiernaast. En laatst had ik een meeting waarin mensen vaak zeiden dat ik vader zou worden. Dat Soraya zwanger is. Ik weet oprecht niet waar het vandaan komt. Het was raar. Een paar jaar geleden heb ik een grap bij mijn oma uitgehaald waarin ik tegen haar zei dat ik vader zou worden. Ik was toen een stuk jonger dan nu, dus haar reactie was... Ik ben benieuwd hoe haar reactie nu gaat zijn. Dus ik ga de camera een beetje verstoppen. Niet al te goed, want dat kan niet echt op de badkamer, zoals het ziet. Helaas. Maar ik denk dat als ik het maar snel genoeg zeg, dat ze zo schrikt dat er niks meer bestaat in deze wereld. Dus ook geen camera. Oh, dat is echt een perfecte plek gewoon. Oma? Ja? Kun je heel eventjes komen? Waar zit je? Ik zit in de badkamer. Ik heb even hulp nodig. Ik heb even hulp nodig. Wat is het? Kun je heel even de deur dicht doen? Wat wou ik ook weer zeggen? Oké, het is niet heel belangrijk of zo, maar ik wil het toch even melden. Oh ja, ik weet het weer. Soraya is zwanger. Soraya, ik word vader, oma. Ja! Wat is je? Je bent verdorie 21! Ja, nou, dat is 12 omgekeerd, hè? En dacht je dat je dat allemaal aankon? Nou, ik schrik je er wel echt van, Job. Spijt me. Ik schrik je er echt van. Echt? Normaal gesproken zou ik heel blij zijn, maar in jouw toestand, nee. Nou, maar oma, luister, ik weet hoe je kant-en-klaarmaaltijden maakt, ik weet hoe je melkpoeder aanmengt met water. Dat heeft niks met de baby te maken, Job. Tuurlijk wel, die moet ook eten. Ja, tuurlijk, maar je hebt wel een hele grote verantwoordelijkheid. Tuurlijk. En dat is zo ongeveer wel. Een hele grote verantwoordelijkheid voor zo'n klein kindje. Ik heb een voordeel en een nadeel. Het voordeel is, ze verkopen tegenwoordig tassen waar je een baby in kunt zetten. Alleen het wordt een tweeling. Dus dat is het nadeel. Dat weet je nu ook al. Ja, we hebben al echo's alles gehad, oma. Godverdikke me. Nou, dat vind ik een beetje overdreven, maar ik snap... Jongen, ja, ik moet er heel blij mee zijn, Job. Maar op dit moment, ik schrik daar gewoon van. Kijk, oma... Misschien dat ik morgen gewoon denk, oké. Oma, ik ben een man, hè. Ik scheer me tegenwoordig ook. Dus het is helemaal niet alsof je dit zo zwaar moet opnemen. Hè? En dan nog een tweeling, dat komt bij onze hele familie niet voor. Nou oma, ik kijk al heel veel tutorials hoe borstvoeding werkt. Ik heb het al geprobeerd en het lukt gewoon, oké? Nou ja, ik hoop dat we het met z'n allen, misschien moet ik ook nog wel eens een keer helpen, Job. Dat we het met z'n allen kunnen met wat? Weet ik, als jij... Oh, ik dacht met borstvoeding. We moeten eerst maar eens even kijken hoe het gaat, maar ik schrik hier heel erg van. Maar hoe had ik het anders moeten zeggen? Nee, je had het niet anders hoeven zeggen. Het is prima dat je het zegt. Natuurlijk moet je het zeggen. Maar ik had er totaal geen enkele seconde ooit aan gedacht dat dat maar zou gebeuren. Maar oma, luister, dat is toch best logisch. We hebben toch vorige week ook die pizza's gegeten hier? Ja? Ja, die waren wel lekker. Ja, dat heeft hier niks mee te maken. Maar meer van, het is toch, ik ben een jongen, Soraya is een meisje. En dan ga je tikkertjes spelen en dan komen er baby's. Dat is toch een beetje hoe nou, het werkt. Wat? Met tikkertjes spelen komen er geen baby's, joh. Ja, tikkertje speciale editie. En dan heb ik al 180 baby's gehad. Nou, dat vind ik een beetje veel. Daar hebben ze geen tassen voor 180. Nee. Maar even oma, even buiten alle grappen om. Ik voel dat ik dit kan, dat ik hier klaar voor ben. En ik vind 2 zelfs een beetje weinig. Ik dacht, laten we beginnen met 5 kinderen. Dan heb je ook een mooi getal. Ja, dit is van de week een negeling geboren. Een negeling? Ja, dat is echt waar. Een negeling stond op het internet. Maar dat zit dus dan in 1 buik? Ja, 9 kindertjes. 9? Allemaal gezond, ja. Dus eigenlijk valt 2 nog wel mee. Dat valt 2 wel mee, ja. Maar oma, ik denk wel dat het leuk is dat jij dan gewoon weer het gevoel kan hebben moeder te zijn. Want ik ga ze natuurlijk vooral hier laten. Oké, Job, dat ziet. Job, we wachten af. Ja. En ik hoop dat ik er morgen, als ik er een nachtje over geslapen heb, dat ik er gewoon iets anders over denk. Maar er is wel een voordeel. Namelijk dat dit allemaal een grap was aan de camera hier de hele tijd stond. En jij dus denkt dat ik vader word, maar het eigenlijk niet wordt en zometeen gewoon spaghetti ga eten. Dus het is niet waar? Nee, het is niet waar, oma. Waarom staat die camera er anders? Ah! Maar op zich... Job! Op zich... Je maakt me nog eens gek! Als je het zou willen, dan kan ik wel iets voor je regelen. Ik bedoel... Nee, ik wil niks, Job. Je hebt gewoon de boel besodemieten. Nee, ik heb een grapje uitgehaald. Ik heb je in de maling genomen. Ja, en ik trap er ook nog in. Met beide voeten. Verschrikken! Ik vind wel, even daar nog over, ik vind nog wel dat je fijn reageert. Want toen ik dit deed, toen ik een jaar of 15 was, toen was je zo van... Nou, dat kan niet, je bent nog te jong. En nu was je eigenlijk... Ja, iets milder. Toen zei ze... Ze zei dat ze zwanger was. Nou, dat hoop ik toch niet. Huh? Heb je echt een probleem, hoor. Is dat heel erg, of? Ja, dat is heel erg. Je zit met een kind. En als je nou over 10 jaar nog eens komt, dan ben ik helemaal mild. Maar dan weet ik niet of ik er nog ben, Job. Oma, ik dank je zeer. Dag, Job. Doei, oma. Waarom zit ik eigenlijk nog in de badkamer? Ik heb hier niks te zoeken. Oma, ik moet plassen. Mag het in de badkuip? Nee!
vuile smeerlap. Oh, wauw. Ik heb zin gekregen in een koekje. Mijn oma is boos. Moet ik naar beneden? Oma, ik heb iets gezien in de keukenla en terwijl ik dit zeg film ik, dus niet schrikken. En ik ga dat allemaal opvreten. Deze koeken, oma, die eigenlijk van jou zijn, zie je ze? Ja. Die zijn allemaal voor mij. Ik ga ze één voor één verslinden. Ja, maar dat liggen wel meer koeken dan... Oei, hier, deze één voor... Nee, oh, nee, oma, nee, oma, ik ga deze één voor één verslinden. Nee, dat doe je niet, want morgen krijg ik visite en dan moet ik... Nee, oma, dat zijn mijn koeken. Nee, die heb ik gekocht. Ga loesoe. Oké, nou, in dat geval kan ik het niet maken. Welcome to the kitchen with grandma. Grandma, ja. Tell me, how are you doing today? Very bad day today. Very bad day today. Very bad. So my grandma is very happy to be here with you guys. And we are going to try kraakman. Zo neem ik erop. Oma, hier, neem een hap. Nee, neem een hap. Ik heb het gegeten. Nee, joh. Nee, maar dat is echt voor de visite. Stel dat... Oma, dit is heel lekker. Oma, dit smaakt naar chocola. Zeg nou gewoon even, ik ben de leukste oma van Nederland. Ik ben de leukste oma van Nederland. En België. En België. En Frankrijk. En Frankrijk. En de Barcelona. En Barcelona, nou hou ik hem op. Lekkere koeken en gekke oma's. Welkom in het leven van Dutch Tuber. Gooi eens een druif naar mij toe. Ik heb een kunstje. Ja. Nee, wat? Doe nou eens even. Ik heb een kunstje. Je moet één of de hele bos gooien. Ik ga hem opvangen. 3, 2, 1. Ja. Dat kan je dus ook al niet, joh. Ik word kapot geroost door een oma. Oma, waarom kan een ei nooit bevriezen? Nou, dat weet ik niet, Job. Ik heb wel hoger school gehad. Ja, je maakt het veel te serieus. Er zit een dooier in. Oh, god. Ja? Ja, joh. Ja? Drinken en op zout. Nou, weet je, ik ga wel weer naar België, Antwerpen. Waar de oma's wel mij waarderen. Nou, dat... Nou, ik heb toevallig een breiklub en alle oma's vroegen mijn nummer en ik gaf het. Jij zit toch ook bij een breiklub? Nee, oma zit niet bij een breiklub. Ik zie je de hele dag shirtjes breien. Ja. Oh nee, onderbroekjes voor dames. Ja, nee hoor Job. Oma die is a-creatief. A-creatief. Die had altijd het onvoldoende voor handwerk op school, dus dat gaan we niet aan beginnen. Maar kun je me wel een high five geven dan? Als zelfs dat inderdaad niet kan, dan heb je een onvoldoende voor creativiteit. Ik ga een keukenvlog doen, oma. Dus ik ga nu de camera in de koelkast neerzetten en ik ga alles proeven in jullie koelkast. Nee, joh. Ik begin met het allereerste. Dit noem ik mini-pannenkoeken. Oma, zijn die nog goed? Die mini-pannenkoeken. Dit zijn poffertjes, man. Mini-pannenkoeken. Poffertjes. Mini-pan... Wat is dit, oma? Slasaus. Er zit mosterd bij. Oh, ben jij druk? Oma, ik kan deze in één keer opdrinken. Let op. Nee, dat is Fanta, Job. Helemaal op. Oh, hij zit helemaal op mijn camera heen. Oma, ik wist niet dat er nog in zat. Ik dacht dat ik heel snel dronk, mijn long. Oma, snel doe een dansje. Dat kan ik niet, joh. Oma, hype. En kun je de vlos? Alleen de vlos. Nee, joh. Ja man, welke oma is cooler dan deze? Kom maar halen. Nee, niet doen, dat vind ik eng. Oh, we moeten gelijk even de superster spelen, ja? Jeetje, wat kauw jij die kauwgom oncharmant, zeg. Oma, ja. Kijk eens één keer naar mij. Weet je wat ik hier in mijn handen heb? Ik heb hier iets heel speciaals in mijn handen. En als ik dit in mijn mond doe en ik bijt er heel hard in, dan kan ik het eten. Dus het is niet iets wat je gewoon moet openknippen, maar ik moet er letterlijk alleen heel hard in bijten. En wat is mijn taak in deze? Het idee hiervan is dat je het kapot bijt en het op die manier opeet. Nou. Oma, het is gevallen. Oma, het is gevallen. Je moet even zo kijken alsof het heel erg is. Oma. Oh, alles is op de grond. Zelf opruimen. Oma, weet je wat dit is? Wat staat hier? Jij kunt goed Engels. The world's hardest chips. Dit is de allerheetste chips ter wereld. Ja. Oké, let op. Dit is de heetste chip ter wereld. Ja. Ik breek dit stukje af. Alleen dit stukje eten. Nee, maar dit is maar een heel klein stukje. Wat doe je nou? Het is geen verstoppertje. Nee, maar alleen dit kleine stukje. Dat ga je hier proeven, joh. Oké. Ja? Nee maar. Oké, kou. En zo. Kou. Nee, ik kan het niet. Oh. Dit is de heetste chips ter wereld. Ik heb maar een heel klein kubusje gegeven. Ik heb er 2 van gegeven. Ik zou je nooit een hele geven. Dat is te erg. Oh, joh. Oma, ik heb maar een heel... Dat was maar zo'n stukje. Oh. Geen koffie op. Geen koffie. Okay. Ik kan niet meer. Ik heb buikpijn.
daar geen mensen die dit eten, joh. Ik heb er twee gegeten en dit gebeurde er. Ah! Hij is zo heet! Het was vreselijk. Het was heel erg, maar ik neem ook wel zo'nzelfde soort stukje als wat jij nam. Het is echt verschrikkelijk. Het brandt gewoon je hele... Nou, ik heb er al twee gegeten. Dit is voor mij te doen, maar ik zou hem nooit weer zo nemen. Ik heb er twee hiervan helemaal gegeten. Ik word helemaal gek. Dat ze dat maken. Vreselijk. Oh, ik moet zeggen, ik heb een heel klein stukje genomen, net zoals jou. Ik heb er ook last van, maar nu ik die al een keer helemaal heb genomen, is het niet zo erg meer. Is oma er morgen nog? No! Gaat het goed met oma? No. Ziet oma er aantrekkelijk uit? No. 1 euro. No! 2 euro. No. 3 euro. No. 4 euro. No. 5 euro. No. Nou oma, gefeliciteerd, je bent 100 jaar. Dat is een hele rare handdruk. Wat is dit nou? Kijk dan. Ziet het er niet uit, dat is een duimdruk. Ja, maar ik kan zo niet. Ja, hè, wat doe je nou raar? Hoe moet ik daar nou links? Gewoon, ik geef mijn linkerhand, dan geef jij toch je... Kijk. Ja, ik wou zeggen, dit gaat niet. En dan lossen we het op met steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Ik ga straks als ik thuis kom, ga maar uit hoor. Heerlijk mijn pyjama aandoen en ik ga lekker lezen. Zo zat. En dit hoort bij vloggen, dit is de real life. Oh, maar je gaat er niet met een mondkapje je ogen vegen. En Grappie laat alleen maar zijn bil zien, zoals altijd. Hij heeft wel een mooie staart. Oma, vind je die staart eng? Nee. Veel mensen vinden die... Vind je leuk, die staart? Oh, in dat geval. Nee, ik ben bang. Nee, hoezo? Je vindt die staart toch leuk? Ja, maar ik wil hem niet... Nee, weet je, oma, weet je wat Grappie echt leuk zou vinden? Dat doe ik soms bij Soraya ook. Is gewoon eventjes in je haar. Nee. Halleluja. Hiepe de piep. Haal hem er nou maar af. Dat, nee, hoera moet je zeggen. Hoera. Hij zit lekker. Nee. Hij zit lekker, oma. Nou, gaan we een foto maken. 2 seconden. Moet je even lachen. 3, 2, 1. 2 seconden. En hoe is hij? Ik heb de foto nog niet gemaakt. Wacht even, 2 seconden. Ah, oh, je staat er mooi op. Even andere pose, andere houding. Ja, dat is uit beeld. Je handen op je buik. Hé, hey, hij is wel heel rustig bij jou. Hij denkt waarschijnlijk dat het echt een nest is, omdat het zo dood aanvoelt. Ja, ja. Foto van oma met de rat. En... Hupsakee. Oeh, nou, die was niet zo mooi. Die moeten we even opnieuw doen. Kom eruit, vriend. Ik wil niet dat je in mijn vest poept. Daarvoor is die niet gemaakt. Of ja, tenminste gedeeltelijk, maar niet volledig. Kleine update voor wat betreft Homie, een van mijn twee ratjes. Hij blijft niezen. Het wordt erger. En wat hij nu soms ook doet, is tanden knarsen. Nu ben ik laatst bij de dierenwinkel geweest, waar ik hem samen met zijn broertje Grappie heb gekocht. En die zei, stuur me een appje met de filmpjes dat hij niest, knarst alles. En dan zal ik contact opnemen met de fokker, die ze dus vanaf letterlijk de geboorte al heeft gehad. En die zal laten weten wat het kan zijn en of het zorgwekkend is. Ik heb minimaal 10 korte filmpjes naar de dierenwinkelman gestuurd, noem je dat zo? En hij zei dit. Ik zei, hallo, dit is het geflekte ratje wat iedere 2 minuten niest, knarst en erg buiten adem lijkt te zijn. Ik was gisteren in de winkel en had beloofd het even toe te sturen, dus bij deze. Het zijn secondenfilmpjes van puur het niezen en knarsen. Hij doet het gemiddeld iedere 2-3 minuten. Goedemiddag, ik heb contact gehad met de fokker en hij denkt verkoudheid, zegt de dierenwinkelman. Moet vanzelf overgaan. Oké. Mijn gevoel zegt wat anders. Again, het niezen is erger en erger. Daarbij 2 weken voor een kleine verkoudheid. Ik weet niet, man, het klinkt niet realistisch. Maar ik ben geen specialist, dus wat heb ik gedaan? Omdat ik er echt zeker van wil zijn dat het goed gaat met mijn ratjes, in dit geval met Homie. Ik heb contact opgenomen met een dierenarts hier in Antwerpen. Heb ik een mail gestuurd en nu wacht ik dus af. Dan heb ik het namelijk van 2 specialisten gehoord. Alleen maar handig om een tweede mening te krijgen als je je echt zorgen maakt. Ik bedoel, waarom niet? De ene persoon die kijkt er misschien wat oppervlakkiger na. Maar als niks aan de hand, verkoudheidje. Terwijl het misschien wel erg is. En de andere persoon die zegt misschien wel, oeh, breng hem maar even, dan check ik het goed na. En ik hoop eerlijk gezegd dat dat tweede gebeurt, zodat ik er echt zeker van ben dat het goed zit. Op dit moment zijn ze allebei even. Oh nee, daar zijn ze. Oh, ik wist dat helemaal niet. Ze zitten letterlijk daar met z'n tweetjes. Kijk hoe cute. Ik zet voor de grap de camera gewoon eens neer daar. Ja, ze zitten lekker te chillen met z'n tweeën. Oh my gosh, je komen dichterbij. Ze zitten lekker met z'n tweeën te chillen. Eet smakelijk, homie. Ik wil hier eigenlijk muziek onderplakken om er toch even een speciaal momentje van te maken. Beter dan dit kan ik het niet afsluiten. Adios.